De laatste paar maanden heeft zich als gevolg van COVID-19 een ernstige toename van ziekte en sterfgevallen bij zwangeren voorgedaan. Deze groep vrouwen is namelijk extra kwetsbaar voor het virus. Voor dit jaar zijn er reeds 30 sterfgevallen genoteerd. Dr. Lakshmi Kodan, lid van de stuurgroep Maternale en Neonatale Zorg, spreekt van een zorgwekkende situatie. Tijdens de COVID-19 persconferentie op donderdag 22 oktober riep zij zwangeren op zich te laten vaccineren. Dr. Kodan presenteerde de volgende informatie. Goedenavond iedereen. Vandaag ben ik hier om u te informeren omtrent de situatie COVID-infectie bij zwangeren. En niet zonder reden, want we hebben de laatste paar maanden een explosieve toename gehad van ernstige ziekte en sterfte bij zwangeren ten gevolge van COVID. Nou, ik heb hier enkele feiten voor u neergepend. Zwangeren zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Er is een 3 keer grotere kans om op de IC intensive care te belanden. Ze hebben een 2 keer grotere kans op overlijden. En verder kan de placenta, dus de moederkoek, geïnfecteerd raken. En dat heeft weer gevolgen voor het ongeboren kind. Nou, met dit in uw achterhoofd moet deze presentatie volgen. Wij zijn niet nu bezig om de situatie van ernstige ziekte en sterfte bij zwangeren te onderzoeken. Er is al een aantal jaren een commissie moedersterfte in Suriname, die elke moedersterfte die plaatsvindt, elke sterfte bij een zwangere vrouw, audit, dus bespreekt en kijkt wat de oorzaken zijn en wat gedaan kan worden om de sterfte te voorkomen. Dat bestaat al een aantal jaren. En uit die commissie is uiteindelijk de invloed van het ministerie bijgekomen. En dan zijn er stuurgroepen opgericht reeds in 2019. Dat was aanvankelijk gericht op de moeder vooral. Maar sinds kort hebben wij er ook de baby's toegevoegd, want het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus daar zijn we al jaren mee bezig. En nu met de COVID-situatie erbij, snap je dat dat extra zorg is waar we de aandacht voor vragen. Dit is een situatie zoals het is geweest. Afgelopen jaar is tot 2020. Ik dacht dat dit van 2019 moet zijn. Waar we zien dat Suriname in de Latijns-Amerikaanse regio op de 5e plaats staat van de hoogste moedersterftecijfers in de regio. Dus het was al zorgwekkend voor COVID. Hier kun je even kijken of de pointer werkt. Oh, sorry. Nou, hier kun je dus zien dat, dit is over een aantal jaren, zie je dus dat de moedersterfte ongeveer in de buurt van de 130 is. En dat komt neer op ongeveer 13 sterftes in een jaar. En dat is het afgelopen aantal jaren ongeveer hetzelfde geweest. Dan praat ik over de afgelopen 10 jaren. Wat is nu gebeurd in 2021? In 2021 merken we dat met de toename van sterfte ten gevolge van COVID, en daar hebben we 19 van gehad in de afgelopen paar maanden, in dit jaar nog, dat er een explosieve toename is van het aantal zwangerschapsgerelateerde sterfte. En eigenlijk heb ik niet eens plaats voor dit puntje hier. Want we hebben niet eens gerekend dat de moedersterfte ooit zo hoog kan zijn in Suriname. En dat is enorm zorgwekkend. We praten over 19 sterftes ten gevolge van COVID-infecties bij zwangere vrouwen. Maar daarnaast zijn er ook nog sterftes ten gevolge van andere redenen. Want vrouwen gaan door andere redenen ook nog dood in de zwangerschap. Zoals bloedingen, hoge bloeddruk. En die sterftes die zijn ook gewoon gebleven. En daarvan hebben we er tot nu toe 11. Dus je snapt dat, dat we voor dit jaar nu al in oktober zitten op 30 sterftes bij zwangere vrouwen. Dus dat is een enorm zorgwekkende situatie. En wat is de oplossing hiertoe? We kennen de algemene maatregelen allemaal al. Met een toename van COVID-infectie in de samenleving zullen ook meer zwangere vrouwen besmet raken. Nou, vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte en sterfte. Dat is wat we al weten. Dat geldt ook voor de zwangere vrouw. We weten ook al dat de zwangere vrouw
meer kwetsbaar is. Daarnaast heeft ze nog een baby in zich. En soms moet vanwege de COVID-infectie bij de zwangere vrouw de baby eerder geboren worden. En vandaar dat wij hier zijn om alle zwangere vrouwen in Suriname te adviseren om zich te laten vaccineren. Zodat ze zich kunnen beschermen tegen ernstige ziekten en sterfte. Maar ook vroeggeboorte voorkomen kan worden. Want als die moeder zo ziek is, moeten we het kind geboren laten worden als het kind niet al ziek is of overleden is. Want dat gebeurt ook nog. En van al die vrouwen die we dus hebben gehad die overleden zijn, die 19 vrouwen, geen van hen waren gevaccineerd. Dat is ook informatie die heel erg relevant is in deze situatie.